Het echtpaar boeren uit Kaatsheuvel lag vanmorgen nog maar net in bed toen ze beneden een enorme knal hoorden. En een klap. Ik vlieg omhoog uit bed. Alles kapot, rook, stof, rotzooi binnen. Nou ja, een auto een halve meter binnen en alles om zeep. Door nog onbekende oorzaak botsen twee auto's op elkaar op de kruising van de Sveenstraat en de Antoniusstraat in Kaatsheuvel. Daarbij ramde één van de twee met volle snelheid de gevel van het huis van de familie Boeren. Net naast het raam. Eigenlijk in het midden tussen het raam en de voorgevel, zo midden erin. Twee inzittenden van de auto die het huis binnenreed moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze raakten gewond, maar niet ernstig. Ook twee van de drie inzittenden van de andere auto raakten licht gewond. Kees Boeren moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hij op het moment van de klap nog beneden was geweest. Dan denk ik dat ik zo gelanceerd was naar die kant. Dan had ik misschien ook op die auto gelegen, omdat de bank alles weer omgeschoven, dus die is zo gegaan. En ik had misschien wel, ik had ook een borreltje op, dan houden wij hem ook niet mee vast. Hè? Het was een feestavond die uiteindelijk uitloopt op niet zo'n leuk feestje. Ja, is wel heel slecht voor u begonnen zo. Ja, dat kan ik wel zeggen. Maar ik zeg, als het heel slecht begint, kan het misschien wel heel goed aflopen. Dat weet ik niet. Ja, zal de tijd leren.